En de koningin staat inmiddels op de oranje loper. Dat betekent toch wel dat we aan het laatste stuk bezig zijn. Kunstwerk gemaakt. We hebben een kunstwerk gemaakt en dat is een bloem. En die bloem die staat voor de groei van Veenendaal. De steel komt vanuit de turf, dus wij zijn groot geworden mede door de turf. En de bloem heeft 5 bladen. 1 blad is gevuld met kindertekening, dat staat voor de toekomst. En dan is er nog een blad, dat is gevuld met een plattegrond. En dat is de ontwikkeling van Veenendaal, van dorp naar stad. De bloem is inmiddels 700 kilo. Dat is een beetje groter geworden dan ze eigenlijk hadden gedacht. 3 bij 7. De bedoeling was eigenlijk maximaal 2 meter. Het is gemaakt door basisschoolleerlingen, geholpen door 4 van de amateurkunstenaars. Lampen giet voorbij, Veenendaal zijn volkultuur zal ergens anders kunnen zijn. Geboren en getogen hier, ben in de lente, de herfst. De witte en de zomer hier. Het is mijn plek en elke afstand is te overzien. Geloof me of geloof me niet. Om de koningin te zien, dus met z'n allen nou. Pluk de dag, trek erop uit. Kleur oranje valt op buiten. Vooral de rapper DJ Jamal, die heeft een eigen koninginnedag rap. Dat heeft ook een beetje met dichten te maken, want er woonde een beroemde dichter in Veenendaal. Kees Stip maakte Treintje Fop gedichten voor de Volkskrant. En daar zijn ze in Veenendaal heel trots op. Schrijf ik mijn teksten, zie beelden als een schilder. Een kwast voor de oppervlakte, voor precisie een penseeltje. In de lente zitten wij op ons penseeltje. Een rode wijn op boeken bij, maar niet voor mij. Hij maakte ook gedichten in een vast schema, vrijwel altijd over plaatsnamen. Veenendaal, natuurlijk is daar een gedicht over. Daar ligt waar Utrechts heuvelrij zich heft naar de planeten. Een lustoord in een lustvallei, daar kan zich niets mee meten. Want nergens is de lucht zo blauw als tussen Rhenen en Renswoude. Veenendaal zit vol talenten, op elk gebied, dat kun je hier wel naast me zien. Dus ik zeg je nu met z'n allen, pluk de dag, trek erop uit. Valt op buiten, 30 april, het is koninginnedag. Nou kijk die levende beelden, vind je ze niet prachtig? Pluk de dag, trek erop uit. Kleur oranje, het valt op buiten. 30 april, het is koninginnedag. Nou kijk die levende beelden, vind je ze niet prachtig? Pluk de dag, trek erop uit. Kleur oranje, het valt op buiten. 30 april, het is koninginnedag. Nou kijk die levende beelden, vind je ze niet prachtig? Pluk de dag, trek erop uit. Kleur oranje, het valt op buiten. 30 april, het is koninginnedag. Kijk die levende beelden, vindt u ze niet prachtig? Ja, die levende beelden, die hebben namelijk gedichten op zich. Vindt u ze niet prachtig? Dat komt door een gedichtenwedstrijd die is uitgeschreven, speciaal voor vandaag. En die gedichten staan dus op de living statues, oftewel levende beelden. En de winnende gedichten, die hangen aan de gevel, de 3.
zo met z'n allen. Schets van schetsen, letters uit mijn pen als het gedicht schrijf ik de teksten. Ik zie heel als een schilder, een kwast voor de oppervlakken. Voor precies hier een perceeltje, in de lente zitten wij op ons perceeltje. Een rode lijn, niet. Hier zien we de music box. Daarmee kun je muziek maken. De U&I music box is eigenlijk gewoon een heel simpel houten kistje. Elke kant maakt een ander geluid. De deksel kun je open doen en dan kun je mee klapperen. Er zit een raspje in en aan één kant is een snaartje gespannen, wat een cajongeluid geeft, een Zuid-Amerikaans slagwerkinstrument. Daardoor kunnen kinderen eigenlijk heel snel meespelen. En zeker als we dat hele grote orkest gaan beginnen. Ja, want dadelijk komt er een groot concert. Een mooie afsluiting in Veenendaal. De musicbox wordt ook hier echt gemaakt in Veenendaal. En het orkest dat zo meteen gaat spelen, dat is een orkest van 100 leerlingen van basisschool Het Mozaïek uit Veenendaal en 10 professionele muzici. Veel mensen ook op de been hier. Veel mensen die verderop langs de route stonden, komen nu natuurlijk hier naartoe. Want hier is zometeen dus de muziek en de afsluiting. Toespraak van de burgemeester en, zoals we allemaal hopen, van de koningin. De hofdame geeft het meteen door aan het meisje van de scouting. En dan kan alle goede gaven mee naar huis.